kind kan de overgang van de basisschool naar de middelbare school soms lastig zijn. Of ze kunnen in de basisschooltijd of tijdens het voortgezet onderwijs wel wat steun gebruiken. Via SchoolSchool kunnen kinderen hulp krijgen van een mentor. Hallo. Hallo. Hoe is het, jongen? Goed, met jou? Hoi, ik ben Morris en ik doe tweetalig MAVO-HAVO en ik zit op het Kandinsky College en Tim is mijn mentor. En ik ben 13 jaar. Op de middelbare school heb ik mijn huiswerk en dat is ook gebleken dat ik daar heel veel moeite mee heb. Morris vertelde dat hij het heel moeilijk vond om te plannen. Wanneer ga je nou wat doen? Hij begon vaak een dag van tevoren met het leren voor een toets. Dus daar kon ik hem bij helpen. Van hey, oh, je hebt niet morgen, maar over 2 dagen een toets. Misschien moet je daar alvast mee beginnen. En je hoeft niet gelijk alles te leren, maar je kan ook eerst een klein deel doen en dan het andere. En waar ik Morris denk ik ook mee kan helpen is gewoon voor hem er zijn. Gewoon een lekkere maatje waar hij 's middags na school even mee kan gamen. Even lekker ontspannen, lekker een balletje trappen buiten. Kom binnen. Yes. Zal ik je even inmaken met een klein potje FIFA? Nou, we kijken vaak naar wat is de hulpvraag van de leerling en wat is de interesse van de mentor. En op basis daarvan matchen we ze. Maar dat is natuurlijk wel een bepaald gevoel wat je erbij hebt. Dus we letten op factoren als interesses, de ligging, waar woont een kind, waar woont een mentor. Wat zijn de voorkeuren van allebei? Maar het is toch ook wel een beetje gevoel waarop je probeert te matchen. En hoe is het met school verder, buiten dat de toets vanochtend niet zo super goed ging? Prima. Zullen we even naar magister kijken? Is goed. We zien elkaar 1 keer in de week op woensdag. Dat huiswerk vooral, omdat hij mij helpt met het huiswerk, dat is wel echt het beste eraan, vind ik. Nee, je hebt geen papieren nodig om mentor te worden, het is allemaal op vrijwillige basis. Vanuit SchoolSchool, de organisatie, krijg je ook ondersteuning bij het maken van contact met je leerling. Het is een bijeenkomst waar alle mentoren naartoe kunnen. Of als je ergens tegenaan loopt, hebben ze ook nog intervisieavonden. En dan zit je ook met andere mentoren die een leerling hebben en ga je bespreken waar die tegenaan lopen en hoe je dat eventueel op zou kunnen lossen door middel van verschillende intervisiemodellen. SchoolSchool zorgt jaarlijks voor 1600 matches van leerlingen en mentoren. Er zijn in 25 jaar dus al heel veel leerlingen begeleid, waaronder ook Mitchell. Hallo, ik ben Mitchell van Lierop, ik ben 16 jaar. Ik zit op het 3 Atheneum op het Dominicus College. En ik heb 2 jaar lang Jan als mijn mentor gehad van SchoolSchool. Mijn ouders die hebben niet een heel hoog opleidingsniveau. Of in ieder geval niet dat ik op dit moment doe. En dat helpt toch wel echt dat iemand met meer ervaring en meer kennis, dat die je meer kan helpen, aangezien die ook meer over de vakken weet. Ik zit nu in 3 Atheneum en ik heb een hele mooie cijferlijst. Ik sta gemiddeld 8 achten, 2 zevens en 2 zessen. Dus dat is een hartstikke mooie cijferlijst. En ik denk dat ik daarin toch een deel wel Jan aan te danken heb. Nou, wij geloven erin dat op het moment dat de klik tussen de mentor en de leerling goed is, dat vanuit daar naar verder gewerkt kan worden. Morris, tot volgende week. Tot volgende week. En dan hebben we het er even over hoe of wat, hè? Ja. Doei. Doei. Wat we uiteindelijk hopen te bereiken is dat een leerling met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat, om vervolgens een kansrijke schoolcarrière te hebben.